Yo mensen, welkom bij Puttengaming en vandaag voor mijn nieuwe video gaan we iets speciaals doen. Want ik heb namelijk 50 abonnees behaald. En de meesten gaan dan denken van, Putty, 50 abonnees, dat is toch niks? Ik vind 50 abonnees voor mij toch wel veel. Ik had nooit verwacht dat ik 50 abonnees ging halen. Ik had echt gedacht van, hier, ik begin aan YouTube en dat zal wel allemaal in orde komen. Ik ga er af en toe een paar filmpjes opzetten, niemand gaat er veel naar mij omkijken. Ik kan dan gewoon op mijn gemak doen, maar dan heb ik iets om mijn tijd te vullen. Maar van de een kwam dan wel het ander en ik dacht van, ja weet je, waarom zou ik eigenlijk niet gewoon verder gaan met YouTube? Allee, het is begonnen als een ding, het is begonnen als een hobby, maar waarom zou ik niet kunnen verder gaan als beroep of ik weet niet doen? En ik zou dit super graag als beroep willen doen, gewoon omdat ik graag mensen animeer, want ik zit zelf ook bij verschillende verenigingen om kinderen te animeren op zich. Ik vind YouTube gewoon fijner, omdat ik eigenlijk van jullie feedback kan krijgen. Ik ben iemand als persoon, ik hou van feedback. Ik vind het super fijn als mensen tegen mij komen zeggen van, zeg, jij doet dat fout, of zeg, jij doet dat niet goed, want dan heb ik iets om aan te werken. En als ik super graag en als ik ook verder wil gaan met YouTube, dan heb ik die feedback nodig. Want stel dat ik hier zit YouTube te doen en niemand geeft mij feedback en ze zijn allemaal maar bezig van ja, je doet dat goed, terwijl ik eigenlijk rot slecht ben, kan mijn kanaal nooit groeien. Daarom vraag ik ook in vrij veel video's en soms ook in de comments van, wilt je mij alstublieft zeggen wat beter kan, wat willen jullie graag qua video's, hoe vinden jullie dat ik die video's moet maken? Dat helpt mij een heel stuk vooruit. Dus nogmaals, als er dingen zijn waarvan jullie zeggen, dat willen wij graag zien in een video, zeg, waarom heb je dat niet afgemaakt van serie? Waarom begint je zo geen serie? Dan mogen we allemaal vertellen. Ik heb daar geen probleem mee. Ik start daar met zeker heel veel plezier. Start ik een nieuwe serie. Dat is mij geen probleem. Je hoeft het mij alleen maar te zeggen. En ik zal voor u draaien. Maar ja, nu genoeg gezeverd over mij. Wij gaan nu kijken naar mijn dab special. Wat ik jullie beloofd had, wij brengen de dab terug. Yeah, that's right. Boom. Wij brengen hem terug. Vergeet mij zeker en vast niet te volgen op Instagram. @PuttyGaming. Op Facebook heb ik ook een pagina gemaakt. PuttyGaming. Volgen. Kunt je up-to-date blijven op mijn kanaal. Kunt je feedback geven. Kunt je mij ook altijd zeggen van, zeg, we willen graag zo'n serie starten. Ik zal ook op Instagram dagelijks foto's plaatsen. Laat mij weten wat jullie willen. En ik zie jullie in de volgende video. Bye bye. Peace out, bitch.